Het is alweer tijd voor een gloednieuwe nieuw binnen. Vandaag gaan we aan de slag met de demo van niet minder dan Dead Space 3. Een heuse horror game, Rob. Kijk of we zo even zitten te bibberen met z'n tweeën. Een heuse horror game, inderdaad. Dead Space, ja, de co-op speelt natuurlijk een grote rol, maar er zit geen splitscreen co-op in. Dus we gaan er lekker in de singleplayer doen. Want we hebben eventjes niemand om online mee te spelen, want al mijn vrienden zijn weg. Dat is te jammer. Even kijken hoor, een nieuw game gaan we gewoon eventjes doen en hij kan alleen op normal. Dus ik kan niet even lekker simpel op casual doen. Daar hadden ze bij EA. Daar heb jij wel een beetje een handje van, hè? Ja, een klein beetje. De pussy modus. Ja. De pussy modus, maar die gaan we vandaag niet doen. We gaan vandaag normal spelen. Ja, Dead Space 3, wanneer komt hij eigenlijk uit? Want de demo is vroeg volgens mij. Begin februari komt hij uit. Begin 6 februari geloof ik voor de consoles en de PC geloof ik ook. Oké, dat is top. Ja, ja, hij komt voor die platform allemaal natuurlijk. En we gaan verder met het avontuur van Isaac Clarke natuurlijk. Die al twee Dead Space delen heeft doorstaan. Mm-hmm. En hij is nog niet dood. En volgens mij hangt hij hier als ik het goed heb. Nee, en dit is John Carver geloof ik. Ja. John Carver, want je hebt tegenwoordig twee hoofdpersonen. Je hebt er twee, ja. Dat is natuurlijk met de co-op heeft dat ook te maken. Ja. En het ding is, deze meneer is neergestort hier op de planeet, op een of andere ijsplaneet. En dat gaat helemaal fout. En dat is natuurlijk wel het dingetje in Dead Space, dat alles eigenlijk helemaal fout bent. En jij bent gewoon een normale gozer die daartussenin belandt en moet zien te overleven. Klopt. En John Carver is volgens mij niet helemaal goed in zijn hoofd. Nee? En wat, Isaac Clarke die is stabiel en John Carver die heeft baanvoorstellingen en zo, geloof ik. Of andersom. Dat zou ook kunnen. Nou ja. Eens eventjes kijken wat we gaan doen op deze ijsplaneet. We hebben de demo nog niet eerder gespeeld. Xbox-gebruikers kunnen hem als goed downloaden. PlayStation-gebruikers moeten een weekje langer wachten. Dus op die manier. En Xbox-gebruikers konden hem nu ook alleen downloaden met speciale codes en zoals je al aangemeld. En later komt hij dan voor iedereen beschikbaar. Dus als je hem nog niet kunt downloaden, dan weet je waar het aan ligt. En kijk, we zijn aanbeland op een verlaten planeet. Ja, het is net het is een hele sneeuwstorm. Dat kun je wel zeggen. Een beetje Siberië-achtig, hè? Een beetje Siberië-achtig, een beetje extremer. Eerst even kijken. Hoppakee. En dit is natuurlijk, kijk, Dead Space heeft natuurlijk die menu's zo uniek altijd. Ja. Hè? Dus die komen er altijd een beetje doorheen. En dan kun je zo, hoppakee. Als je hem zo oproept, dan kun je gewoon verder lopen gewoon. Heb jij de eerste twee Dead Space games gespeeld? Ik heb Dead Space 1 heb ik gespeeld. Dead Space 2 heb ik om de een of andere reden overgeslagen. Niet naartoe gekomen, denk ik. En Dead Space 3 komt nu binnenkort dus uit. Dus daar zijn we nu mee aan de slag. Oh, ik versla iets over. Jod. Ik heb Dead Space 2 gekocht op Steam. Ja. Maar ik ben ermee gestopt. Ik vond hem te eng, serieus. Ik ging hem 's nachts spelen. En Het ook wel een beetje een watje, hè? Ik ben wel een beetje een watje, klopt. Ja. Kijk, en ik moet even kijken. Ik moet die kant op. Zo. Dat kun je aangeven namelijk door de stick te drukken. Ik moet zeggen dat het begin is wel wat minder eng dan dat van Dead Space 2. Daar begin je op zo'n ruimteschip, weet je wel, terwijl je aangevallen wordt door allemaal brute aliens. Ja. En hier lijken we alleen, toch? Hier lijken we nu alleen, inderdaad. Maar er kan van alles gebeuren. Dus ja, het begint wel... Precies. Shit. Daar worden we al aangevallen. Lijkt een beetje mijn moeder. Nou, ik weet niet wat voor sorry, moeder. Sorry, man. Oh, die ziet er ook zo uit. Hoppakee. Ja, die dingen natuurlijk, daar moet je altijd mee opletten. Je moet niet gewoon blind op ze schieten, maar je moet die ledematen eraf hakken. Ja. En dat is altijd lastig, want hij kan, ja, dat cursietje is toch altijd vrij klein, vind ik ook. Maar dat kan hem dus als je hem gewoon een headshot geeft, dan wil hij niet dood. Nee, kijk, want hier... Wat is hier? Ja. Hoppakee. Je hebt wel een beetje een slecht geweer aan. Oh, zie je, nu doe ik het fout. Oh ja. Oh. Ik vind dit geweer wel erg aan. Kan ik hem... Die gasten willen ook maar niet dood, hè? Ik heb ze toch? Ja, ik heb ze. Hoppakee. Ja, maar Dead Space, dat draait niet om de hele powerful geweren en zo. Dit zijn gewoon normale gewoon uitrustingen, weet je, van werkers en zo. Ja, precies. En soldeergedoe en alles. Als je heel sterk maakt, dan heb je die aliens ook zo dood en dan schrik je niet meer. Ja, dan heb je er ook niks aan. Weapon part found in Tesla Core, dat is goed. Oké. Is dit mute part? Ja. Oh, ammo clip. Oh, dat is ook goed. En dan moeten we naar boven komen. Ja, kijk, hier is hem zo. Zo. Op zich vind ik het wel grappig uitzien, Dead Space. Dead Space 3. Het is ja een beetje... Ik vind dat met die sneeuw vind ik altijd wel grappig. Om dat een beetje zo in de game niet te hebben. Oh, wat cool. Het is wel een instabiele planeet. Dat kun je dat wel kunnen stellen. Dat kunnen we wel uit concluderen. Of... Ja, we hebben niet gehoord wat hier mee gebeurd is, hè? Het ziet er een beetje uit als een mining planeet. Ja, je wordt zo in diepe gegooid. Maar het is ook een demo natuurlijk, dus dat is ook niet zo gek. Oh, alles stort in. Ik word aangevallen door een bulldozer of zo. Die valt net naar beneden. Oh. Wat doe je nu allemaal? Drukken.
Kom op, kom op. Hup. Kom op. Ja, hij redt het. Ja, dat doet hij best wel episch eigenlijk. Dat doet hij best wel goed. Ja, maar dankzij mij, als ik niet snel genoeg op je aanknop doe... Ja, dan gaan we wel mooi een schotje verder. Ja, hier, nu weer. Huppakee. LS. Gaat helemaal fout. Moet je dan op LS drukken of wat bewegen? Drukken. Nu druk, nee, die moet gewoon nog voor naar voren bewegen. Zo, heeft hij mooi gered. Net aan overleefd. Ja. Ik hoop niet dat dat soort momenten al te veel in zitten. Het is wel grappig even tussendoor, zeg maar dat draait een Dead Space natuurlijk niet om. Oh kijk, daar hebben we een mining towntje. Daar gaan we heen. Ja, een soort van basis. Eens eventjes, we kunnen ook rennen. Om een batterij of zo? Military engine. Een wapen upgrade. Ja, daar moet ik ook. Oh, oh. Oh, holy shit, hé. Gaat dood. Die gasten, oh. Oh, achter je ook, man. Wegrennen, ren dan, joh. Ren, ik zit vast. Ik vind het wel een beetje nep, hoor. Oh, die fucking gasten zijn wel woest en onberekenbaar, hè. Oh, hij komt wel verder achter me aan. Helaas, helaas. Kijk. Oh, fuck. Nee, ik ga dood. Wat een duim. Is hij dood? Ja. Ja. Ik vind die gasten wel een beetje lijken op splicers. Toch? Van Bioshock. Niet? Nee. Nee, echt niet? Dat idee heb ik nou niet, nee. Maar ik vind ze wel behoorlijk vervelend doen. Ze springen ook zo uit het niets, uit de sneeuw omhoog. Daar is sneeuw natuurlijk wel goed voor, die kunnen ze zich goed verstoppen. Kijk, daar schijnt het zonnetje. Ingegraven. Daar schijnt het zonnetje, daar moeten we heen. Ik vind het ook wel groots opgezet, zeg maar. Je hebt wel een idee dat het een grote planeet is. Ja, ja, ik moest net even denken aan Borderlands 2. Daar begin je ook in zo'n sneeuwlevel, weet je wel. Ja, inderdaad. Een heel ander soort game, maar ik snap je punt. Hé, hey, kijk, we zijn niet meer alleen. Er is iemand. How the hell did you... Never mind! Come on, we're... Shit! Er gaat daar van alles fout. Daar is Isaac, toch? Isaac Clark. Volgens mij wel. Oh. Ik moet omhoog, ik moet omhoog. Oh, ik kan nog niet omhoog. Wat is hier? Je moet eerst even aan. Ik ga naar binnen. Beschutting ik op zoek. Ik blijf hier gewoon lekker zitten. Ik ben hier veilig, ik doe het deurtje dicht. Even kijken, aim en press. Ja. Van mijn generator. De generator opstarten. Want gewoon normaal draaien, daar zijn we te lui voor natuurlijk. Dat moet via telekinesis. Ik bedoel, anders kan dat niet. Wat is dit dan? Upgrade the weapons. Zo. Military engine. Tesla core, die hebben we allemaal. To build new weapons and modify. Oké, next. Dus moet je wel even doorhebben, man. Ja. Ik skip de tutorial gewoon eventjes. Even kijken. Weapon crafting. Zullen we zo'n eentje... Ja, precies. Heb ik dat gewoon? Create blueprint. Continue. Oké, we hebben nu een blueprint. Oké. En dan moeten we dat wapen nog bouwen. Die foreskin hadden we, toch? Die foreskin hebben we. Constructed weapon, yes. Ja. Select A, toch? Of niet? Die hebben we nog over. En als het goed is, heeft die gozer nu gewoon even een wapentje in elkaar gecirkeld voor ons. Dat hoop ik toch wel. Ik weet niet hoe die het doet, maar ik vind het toch vrij knap. Oh, ja? Back. Nu moeten we het toch hebben? Ik denk het, ja. Zo. Heeft hij hem? Een ander wapen of niet? Even kijken, hoor. Oh. Ja. Ja, toch? Equip. Die had ik toch al? Ik weet het niet. Oh, hier zit hij. Is dat hem? Equip. Oké. Dit is al een ander wapen. Ja. Dit ziet er al beter uit, hè? Top. Dit ziet er al meer wapenachtig uit. Zeg maar, dat je gewoon lekker kan schieten. Oké. Nou, dan kunnen we naar boven. Nou, dan durf ik het wel aan. Zo. Hup, liftje in. Paf. Dan moet onze buddy helpen. Ja, ik zit wel een beetje onder het bloed. Ja. Je hebt toch aardig wat wondjes. Ik heb aardig weer wat doorstaan al. Oh, ja, is weg. Is dat nou weer Achilles? Oh. Nog grotere monsters. Oh. Hoe gaat dit? Daar hangen we dan. Het is wel een beetje een terugkerend element, hè? Hier, die neerstortende... Dat je ergens aan vasthangt en dat het naar beneden komt en zo. Ja, dat wel een beetje. Ik zou hoofdpijn krijgen. Ik hoop dat die helm een goede bescherming biedt. Maar laten we deze dude even... Laten we deze even afknallen. Dit is wel een vrij grote dude. Oh, dit wapen is echt veel beter, hè? Of niet? Het is een beetje burstachtig. Ja, je kunt nu misschien tenminste schieten. Oh. Maar het kan ook zijn dat ik daardoor een beetje te veel moed krijg en gewoon eventjes... We moeten wel even lichtvoetig blijven hier. Heb ik dat? Oké. Okay. Ik heb hem eraf geschoten. Ja. Ben je dood? Nee. Oh, er komt meer uit. Ben je nu dood?
vind jou gewoon dood zijn, hoor. Ik vind gewoon dat je dood bent. Nee. Huh? Oh, ja. Hij vlucht. Gewoon een watje. Hij vlucht gewoon weg. Ik had hem. Hij wist dat ik hem had. Hij wist dat ik hem had. Maar we gaan en achteraan. Vlucht hij gewoon weg. Hij is wel wat... ik weet niet wat hij nu heeft, maar... Hij komt enigszins dronken over. Maar ja, is een beetje. Ik pak even een heel pakketje. Want in de achtergrond, kijk, dat balkje dat je hier ziet, zeg maar. Oh ja, dat is dat is mijn heel. Dus nu is hij weer vol. Dus die was bijna leeg. Het is wel leuk gedaan, hè? Dat je niet van die health bars in beeld hebt, maar gewoon. Ja, echt alles op je is rug. Gewoon echt gewoon in de wereld zelf verwerkt. In plaats van dat het allemaal minuutjes zijn van de game. Dat is wel goed gedaan, inderdaad. Maar ik stel voor dat we hem hierbij laten eventjes. De demo kun je dus binnenkort downloaden of misschien heb je eens een actie meegedaan dat het al kan. En dan kun jij er gewoon zelf achter komen wat er achter deze deur bevindt. Wij gaan nog eventjes verder om daar te kijken, maar wij zien jullie volgende keer bij de Nieuw Binnen. De game kwam uit op? 6 februari. 6 februari voor de PlayStation 3, Xbox 360 en hij komt ook naar de PC. Dus beleef het allemaal binnenkort de demo dus op de Xbox Live en de PlayStation 3. Dus geniet daarvan en kijk of de game wat voor jou is en van Dead Space... kun je binnen begin februari dan de recensie verwachten. Dus lees die zeker en tot dan.